Het is zondag. Een dag, ja, ergens augustus. Who cares? Het is vakantie. En we gaan gelijk deze eerste zondagochtend naar de markt in Mezin. Rum. Welkom in Mezin, waar het lastig zoeken was naar een parkeerplek. Maar we hebben hem gevonden, Ellen. Mm-hmm. Ja, zo. En het is heel kleurrijk. Mini mini marktje in Mesa met goede kazen en lelijke honden. En heb jij nog iets gezien, Lim? Ja, genoeg. Genoeg. Prachtige bloemen en planten, mooie kleuren, super mooi, gewoon lekker authentiek. Precies, gewoon een standaard Franse marktje. Echt classic, heerlijk. Ja, het classic Franse marktje. Ja. Dus, Leuk marktje, goed boodschappen gedaan en nu op naar het vakantiegevoel voor de tent. We zijn ondertussen lunch verder en een paar uur bij het zwembad liggen verder. Ja, verder gebeurt er hier heel weinig. Wat ga je doen, Lin? Ik ga eens even naar Gnitjes en Gnatjes kijken. Wat we voor markt of restaurantje kunnen vinden. Bienvenue en Fourcé. We gaan onverrichte zaken verlaten we Fourcé. Want omdat er dus de hele dag feest was, is er in het hele dorpje nergens te eten. Hey, tweede poging is het dorpje 6 kilometer verderop, Montréal, op een vergelijkbaar pleintje. Minder idyllisch, minder sfeervol. Het is vandaag 13 augustus, zondag. En de Pleiaden, zoals dat heet, een of andere kometenstrook, die heeft zoveel gruis en rest dat er 150 vallende sterren per uur moeten zijn.